Goedemorgen, lieve vrienden en vriendinnen. Het is vandaag dinsdag. Dus, het is weer een bewolkte dag. Ik heb het licht aangedaan omdat het nog donker is. We krijgen echt de herfst tijd. Ik ga vandaag weer lekker trainen. Ik heb bijna mijn doel bereikt wat ik gisteren zei. Dus het gaat de goede kant op. Ik heb als ontbijt heb ik een roerij met kaas. Kaas heb ik erin gedaan. Ik heb eerst twee eieren gebroken. Dan de geraspte kaas erbij. Even goed geschud. En dan in het pannetje. En dan even lekker een roerijtje maken. Dus. Punk heeft zich zeer verdekt opgesteld vandaag. Die vindt het altijd lekker. Punky. Ik ga ontbijten en ik stuur water. We zijn weer aangekomen op het diner. Ik ben helemaal kapot. Ik weet niet hoe dat komt, maar of het bij het diner, bij de lunch. Ik heb als lunch een cracker met boterhammenworst en eentje met brie. Dan is die helemaal op. Rusland heeft altijd gezegd. Maar Punk die zit alweer te kijken. Van valt er wat, dan kan ik ook wel. De terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de aanslag opgeuit in de Iraakse stad Basra. Ik ga vandaag wat water fietsen. Ik heb de huishoudster vandaag. Dus. Ik heb weer eens last met de Belastingdienst. Ik ga nu de bewijzen. Gaan ik op de brievenbus doen. En moet ik even kijken welke postcode het is. Duizend. Oh. Zo, dat is ook weer gebeurd. En ik heb dit maar even ingelast, want anders wordt het zo'n saai filmpje vanavond. Zo, we zijn weer aangekomen bij het diner. Ik heb het vergeten allemaal. Om te laten zien hoe het werkt, maar ik heb een beetje heimwee naar Rusland. Naar mijn vriendin Anna. Gewoon een vriendin. En ik heb bjorst gemaakt, oftewel Russische bietensoep. Dan trek je eerst de bouillon van de kip. De kip haal je eruit. En dan schaaf je bietjes, 500 gram. Dat doe je bij de kippenbouillon. En dan krijg je dit. Er staat een glaasje vodka naast. Dat is niet om op te drinken. Maar het is om erin te gooien. En met de borst op te eten. Het is heerlijk. Ik heb daar in Rusland menig bordje bjorst gegeten. Ik heb vandaag nog niet gefietst. Ik ga dit vanavond doen. Het was wel te druk. Ik had vandaag mijn huishoudster. En het is altijd wel gezellig, maar het houdt wel op. Dus.